bezig voor ons samen. Zo, we zijn even lekker inderdaad, wat ik al zei. Ja, een hele goede middag allemaal. Het is vandaag alweer 21 juli 2020. En het is nu 15:53, dus bijna 4 uur. Lekker laat, start ik hem. Maar mijn naam is Karin Samman van der Werf en dat is mijn man Roderick Samman van der Werf. Ja, en dat is Speedy achter mij. Ja. Maar wij wensen jullie heel veel kijkplezier bij alles wat wij gaan doen. Dus we nemen jullie gezellig mee. Ja, ik kom weer met een leuke optie. Wij gaan zo meteen even prijzen vergelijken van alle wereldrestaurants hier in de regio Haaglanden. En eventjes de prijs vergelijken. En als we de prijs hebben vergeleken, dat dan eventjes naar onze grote vriend opsturen. Hopelijk dat dit dan weer misschien wat lager gaat in de prijs. Dat zou leuk wezen. Ja. Dus, want er is al eentje hier in de buurt die is, even kijken, dat is de, ook hier in de buurt en die is iets van 2 uur, die is 28,50 en 2,5 uur is 30,50. En waar wij altijd naartoe gaan, dat is dus 2 uur 32,95 en 2,5 uur is 35,95. Dus daar zit toch wel iets van verschil in. Maar dat geeft niet. Maar daar zijn we wel mee bezig, hè, schat? Ja. Is leuk, hè? Ja, dacht ik al. Hoi. Hoi. Het is groen. Groen auto. Het is groen. Ja, groen is auto. Groen, ja. Het licht is rood. Boven staan. Inmiddels is het oranje als het aan is. Nou, zie ik groen. Dat is handig. Heb je nog wat te vertellen zometeen over hoe en hoe een auto werkt? Auto werkt. Jammer. Ik doe al het werk. Dat is jammer. Ik moet gas geven, ik moet schakelen, ik moet sturen, ik moet opletten. Dat is mooi. Wiel draait. Peter zit vast, ja? Rechtervoet. Zot. Met deze auto. Die achter, dit is van Fit. Voor free? Nee, het is niet gratis. Nee, het is niet gratis. Waarom is het nou? Doe even al eventjes open. Kan ik even communiceren? Er staat wel Fit for Free, maar het is niet gratis, hè? En Fit for Free. Het is toch iets duurder dan verwacht, hè? Ja, dat bedoel ik. Het is ook iets duurder dan verwacht. Humor. Ga je dan weer aan die kant staan, dan kunnen hun hier weer staan. Kijk, je mag weer gelijk door ook. Ja, zo mooi dit. Het is leuk. Fit for free, jongens, het is heel duur. Niet gaan sporten. Nee. Vooral niet gaan sporten bij ze. Nee. Nope, niet doen. Veel te duur. Oh, dat is hier. Quick Fit for Free. Hè? Bij de Quick Fit for Free. Quick Fit for Free. Okay. Ja, Quick Fit. Ik ben ook sporten. Het is Quick Fit namelijk. Het is wel fit. Ja. Ik met autobanden tillen of zo. Het is een beetje duurder dan verwacht. Dan kun je me weg. Ook. Zet je wel even weg, ben je klaar? We hebben gewacht. Ja, geel hoor. Ja, dank je. Ja, 2. Yeah.
Ja. Nee, die tellen niet. Die tellen niet, jammer joh. Geel, geel ding erop. Nee, de auto moet er gewoon geheel geel wezen. Geheel heel geel. Geel, maar die was niet heel geel. Geel geel. Ah, ja, precies. Gele tram. Dat is niet een gele tram. Dan mag je hem ook niet slaan. Geen gele tram dan. Auw. Let je op. Nee, nooit. Ja, en toen was ik alweer bij de Jimboot. Alweer. Wel, wat else? Is toch handig overal te zijn. Ik ga gewoon nog weer even naar ons eigen bakje toe. Dat is handig. Dat is erg handig. En naar ons eigen bak. Eens even kijken of onze bak gevuld is. Yes, ik ben benieuwd. Jullie ook denken. Nou, dit is de bak niet. Dit is de bak. Eens even kijken wat we allemaal hebben in de bak. Dieren waren wel lekker. Deze voor een eurotje. Voor Rome misschien net lekker een hamburgertje. Ik doe het wel gewoon even in mijn mand. Dus voor Rome wat hij wil. Voor de rest is het niet echt lekker wat ik wil. Nope. Nou, dan ga ik even kijken wat er nog meer is. En daar komt Ro weer aan. Helemaal gezellig. Alles goed, schat? Alles goed? Mooi. Hou zo, toch? Yes. En nog even een roltrapje omhoog. Als ik hoe snel kan jij wezen bij mij? Hoe snel kan jij wezen bij mij? Vertel. Hoe snel kan jij erbij wezen? Hoe snel kan je wezen dan? Niet. Oké, best. Loop ik wel door, hoor. Ik vind het goed. Loop ik lekker door. Kijk, joepie. Boe. Ja. Handig. Mijn eigen vent. Hoeveel hou je van mij, lief? Zo, hoeveel? Nou, dat is even lief. Hoeveel hou jij van mij? Hoeveel? Waarom zo? Nee, lief. Hoeveel? Is het zo? Is het zo? Want, waarom? Dat is precies het scherpje. Ja, maar als je het in woorden moest gaan uitdrukken, hoeveel hou je dan van mij? Geen idee. Hoeveel woorden dat zijn? Nee, drie maar... woorden. Wat dan? Wat is dat dan? Ik van jou. Ja, wat? Vier woorden dan. Wat dan? Ik hou van jou. Ja, en ik hou heel veel van jou en tot... Ho, niet zo snel. En tot de maan en weer terug en een heel vergiet vol. Maar tot de maan en weer terug. Maar soms staat de maan dichterbij en soms verder af. Ja, dus... Dat is niet goed. Ja, natuurlijk. Nee. En dan 1000 keer of zo. Of nog miljarden keer. Kijk eens, mag jij lekker achterop knallen. Achter jou. Wat is er nou? Dat is toch handig? Ik hou gewoon van jou. Mag dat? Ja. Dat is mooi. Hè? Toegestaan. Oh zo, ook nog. Toegestaan. Nou, toen waren we dus weer lekker. Zo. Toen waren we lekker thuis. Ik heb hier een lekkere worst. Ja, zo. En ik heb hier lekker melkje voor jou. Is dat maar gedronken? Of is die lekker? Nee. Hij is niet lekker hoor. Zit er nog haar aan. Kan het wel. Hij is niet lekker. Nou. Ja. Hè? Huh? Want? Waarom? Waarom vind je het niet lief? Dat er al melk uit is. Dat er haar aan zit. Ja. Lust in dat met haar. Ja, dus? Dat is niet mijn probleem. Nee, lekker puh.
Dus jij gaat dat even naar huis brengen? Ja. Zie ik je daar weer zo? Ja, ik heb dat. Dat is mooi, gezellig. Je bent wel thuis eten. Ook goed, best prima. Sheriff wil. Roderick is nog even bezig voor ons samen. En voor het restaurant samen. Is even druk bezig met typen. Moet ook gebeuren. Heel serieus aan typen. Yep. Dus ja, en dan straks gaat hij lopen met het BPT. Toch? Zeker. Wij zijn weer even on tour, want we moeten even het ophalen bij onze lieftallige oud collegaatje. Hele oude collega. Een hele oude collega, maar we gaan er nog wel heel goed mee om. En het is een schat van de meid. Jee. Schat van de vrouw. Hé, hey, ook leuk. Oh. En ja, ook nog. Hobbeltje. Ook handig. Hobbeltjes. Ja, allemaal hobbeltjes. Snel beestje. Snel baasje. Doe het nog. Huh? Doe het nog. Ja. Ik heb weten, die kan er dan zo weer rijden. Dat is handig toch? Ja, voor de buurvrouw van vijf, ja. Al handig toch een beetje extra controle voor de wijk. Ja, helemaal goed. Schrik. Yes. Zo, we zijn even lekker inderdaad, wat ik al zei, on tour. Mooie autootjesporten.nl. Nou, rood is niet ons favoriete kleur, scheelt weer. En groen ook niet, deze. Ik vind dat een verschrikkelijke rotkleur. Zo. Deze al helemaal, vind ik helemaal niet mooi. Eeuw. Nee, dat is een oranje. Dat is, nee, dat ja, dat maakt heel veel uit. Ja. Gewoon echt wel lekker doorrijden. Helemaal goed. Nee, laat hem lekker open hoor. Ja hoor. Dat is toch handig. Mooie paarse bloemetjes trouwens. Uh-huh. Nee, dat is dat en dat telt niet mee. Gewoon echt geheel geel. Oh, dit keer de regels te veranderen. Nee, kijk, dit is een gele. Oh, dat is een witte. Nee, dat nee. En dat is een gele. Nee, dat is helemaal dat is geen geel. Een panda. Dat is helemaal geen geel. Dat is wel een panda, jongen, Miel. Dat is helemaal geen geel. Dat is een panda. Dat is gewoon een witte. Dat is een panda. Dat is wel een beetje panda. Dat is een gele panda. Jij kan nog met die gele panda zelf lekker in rijden. Nee, is een gele panda. Panda zijn zwart met wit, niet geel. Maar was een gele panda. Die zijn er niet, een gele panda's. Wel waar. Ja, die zwart-witte panda's. Die zijn lekker. Steltje maloot zijn we ook, hè. Gele panda's, komt uit China, zeg maar. Iets doen. Ik zie een gele auto daar, een Kia. Dat is een groen-gele auto. Nee, dat is een gele auto. Dat is een Ford trouwens. Je zag hem maar één keer. Oeh, lekker. Kom maar. Oeh. Niks, maar jij hier gaat me niet gisteren. Dat is lekker terug. Zie je het dit is een panda! Dit is een gele panda! Dat heb ik eerder. Nee, in de Fiat. Ja, panda. Fiat. Is een Fiat panda. Ja, Fiat panda. Twee keer slaan. En een gele. Hoezo? Waarom is het nou weer shot dan? Je hebt elkaar geslagen, want toevallig iemand een gele auto shot. Gewoon discriminatie. Rode auto, zwarte auto, blauwe auto. Alle kleuren hier, ook een groene. Rode auto!
Nog een rode auto. Een gele, hier. Opletten. Dat is in dat schak goudkleurig. Goudkleurige auto, ook goed. Ja, lieve familie, vrienden, kennissen, volgers, wat dan ook. Het maakt niet uit. Nee. Ik wil jullie gewoon bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik zal deze eindstukje eventjes ook bij anderen er even in doen. Want ik ben een paar dagen vergeten om het eindstukje te doen. Handig. Maar ja, ik wil jullie gewoon bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vinden jullie deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het belletje aan. Abonneer. Lekker. Gewoon eerst even abonneren op dat belletje. Duimpje omhoog. En laat gewoon een leuke reactie achter. Want dan krijg je gewoon geheid een leuke reactie terug. Of gewoon een commentaar. Want dat is onze motto. Dus dankjewel. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei.